Vandaag maakte korpschef Nathalie Kramers de resultaten en de geregistreerde criminaliteitscijfers van 2010 bekend. De conclusie van het cijferoverzicht mag zijn dat de criminaliteit in het algemeen is afgenomen, met uitzondering van woninginbraken en winkeldiefstallen. Dat huiselijk geweld licht is toegenomen en als gevolg daarvan ook het aantal huisverboden is gestegen van 25 in 2009 naar 77 in 2010. Opvallend is dat het aantal verkeersongevallen is gedaald van bijna 7200 naar ruim 6200, een daling van 15%. Er vielen 24 dodelijke slachtoffers in het verkeer, één minder dan in 2009.